Nou, een 360 camera. Een beschermdingetje. Kun je op je helm plakken. Nog meer plakkers voor je andere helm. Ja. Ik denk dat dit de camera zelf is. Ja, met twee lenzen. En die gaan samen 360 graden bereik maken. En die maken samen een 360 plaatje. Om, ook om. Er gebeurt helemaal niks. Ik denk dat de accu leeg is. Goed begin. Eerste stappen. Download de Snap Bridge app. Dus even die... Ik heb een Snap Bridge 360, ja. 170 moet ik die hebben dan? Ja. Check. Snap Bridge wil me meldingen sturen, wil jij gewoon doen. Voer de cameranaam in, die wordt weergegeven op de camera. Nou, maar daar zijn we nog niet. Dat is mijn eerste menu. We hebben de app, hè? Ja, app. Ja, zorg ervoor dat zowel uw camera als uw iOS-apparaat opgeladen zijn. Hmm. Opgeladen, hij laat op. Controleer of er een micro SD-kaart in de camera zit en zit de camera uitgeschakeld is. Gepruts met die kaartjes. Oh, maar het scheelt wel qua knipperwerk. Kijk. Houd de filmknop minstens 7 seconden ingedrukt totdat de lampjes afwisselend knipperen. Ah, ja. 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 Nou, ja. Kijk eens wat ik hier heb. De Nikon Key Mission. Nou, dat zal hem zijn. Het is gewoon selecteer een accessoire. Wat is dat voor vraag? Gelukkig dat ik even wacht. Ik stond al op het punt om annuleer te doen. Maar had ik... Dat vraagt gewoon geluk. Van ja. Batterij is leeg. Oké, dat weet ik toch. Aan de slag. Durven we het nu? Ja. Ja, je hebt connectie, hè? Ik heb verbinding, ja. Je zou zeggen dat... Ja. Ik wacht op camera. Wachten op camera, zegt hij. Klik op het camera-pictogram, dat had heb je gedaan. Gedaan, ja. Selecteer afstandsbediende fotografie. Druk op. Gaan. Ik ben zo bang dat hij niet kan laden en andere dingen tegelijk doen. Het is... Stel je ervoor dat je hem dus... Je wil hem een paar uur in de hoek neerzetten voor een timelapse-opname, ja. 360 graden. En dan kan dat dus alleen op accu. Ja, dan moet er wel een hele goede accu in zitten. Nee, hij doet gewoon niks als hij aan de lader hangt. Ik zit hier vast. De app zit ook vast. Ja. Top. Oh, batterij is leeg. Ook. Oké. Oké. Ja, batterij is leeg, ik weet het, maar... Dan ga ik het gewoon niet doen. Dan bereik ik het gewoon. Nou, morgen weer. We gaan morgen verder met deze camera. Hij is aan, groen lampje. Hij zegt hier 100% batterij. Kijk, nou, ze zien elkaar. Dat vind ik al heel leuk. Kijk. Ja. Komt ook in beeld. Maar het feit dat hij nu... Verbinding maken wordt voorbereid, probeer het later opnieuw. Dit heb ik al eens eerder gezien, volgens mij. Weet je, ik doe het gewoon nog een keer. Afstandsbediende fotografie. Wifi is ingeschakeld op de camera. Oh ja, dat zie ik hier ook. Ja. Ik druk op gaan. Ja. Klik op instellingen om naar de wifi-instellingen te gaan. Dus, dan word ik naar dit scherm geleid en dan moet ik vervolgens naar het andere scherm toe. Ja, top. Dat is verwarrend. Top. Als de camera verbinding heeft gemaakt met het wifi-netwerk, keert u terug naar de Snap Bridge app en drukt u nogmaals op afstandsbediende fotografie. Ja? Ah, ja, ha, ha, ha. Nou. En dan, als ik nu op rode knoppen ga drukken, standaard film, dat zou betekenen dat hij video gaat doen dan, denk ik dan. Druk op rode knop, record. Nou, dit is videomateriaal, ja. Daar ben ik dan ook benieuwd naar. Het is een beetje wollig, maar wat kan je verwachten van zo'n klein cameraatje in een vrij donkere omgeving? Ja. Dat weet ik niet helemaal precies. Wat je ziet hier de Stitch. De Stitch, daar is die. Hij is in het donker best wel wollig. Het is een prima plaatje. Je ziet wel duidelijk de Stitch naad, zeker hierboven. Ja. En dan zou je zeggen van waarom verspringt die? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja, volgens mij kun je hier zeker actiedingen. Is ontzettend leuk om met dit apparaat te doen. Ja. En dat schijnt hij ook tegen te kunnen. Ja. Hij is stevig. Hij is vrij zwaar. Ja. Dus hij staat ook echt. Hè? Ja, het is wel een goed ding. Ik vind het heel stom dat hij niets doet als hij aan de lader hangt. Ja. Dat is een, en er zit geen losse lader bij. Nee. Dus je moet met de camera zelf opladen. Dus als je twee accu's hebt, dan heb je nog niks. Ja. Het is een beetje omslachtig om te verbinden. Ja. Want ik moet allemaal menu's in die ik eigenlijk heel onlogisch vind. Maar als het eenmaal werkt, dan werkt het wel. Je maakt nu een foto, denk ik. Ik denk dat ik een foto heb genomen.
jij helemaal niets meer missen van Test Hut? Volg ons op YouTube. Abonneer je hier.